sinds zover. Van lantaarn naar elke huis, naar mijn mams, naar mijn vestelijk op Eden en in haar hand steeds een andere lantaarn. Ga jongen, ga, verhalen worden doorgegeven aan de keukentafel of op de veranda. We bespreken familie, wij zijn dat laat je lieden niet afhangen van een ander. De schande van dat niet goed en de schande van die goed en niet gebruikt worden. Alles is te leven, wees dankbaar, dankbaar. En als die dus weg zijn, dan kan het zelf worden. Zelf is het enige dat mij goed is. Constant, constant, we leiden lieden die je bent met het vuur van de kans. Lieve, lieve, lieve mensen. Wat een gezelligheid hier. En zon. Beautiful. Hoeveel mensen kunnen surfen? Weet je, ik heb een nummer surfen op mijn vorige plaat Lobby de Bassie geschreven voordat ik ooit op een surfplank heb gestaan. Dus die wishful thinking, het voelen dat het voor je is, maar je weet het nog niet helemaal, dat is ook geloof, toch? Of niet? En nu, sinds de afgelopen anderhalf jaar, of hoe lang we ook in die coronacrisis zitten, wie zal het zeggen? Dacht ik van, weet je, we kunnen de omstandigheden ons laten beïnvloeden, maar wij hebben iets dat door alles heen kan bewegen. En dat is datzelfde geloof, datzelfde vertrouwen. En dat betekent dat wij die waves mogen pakken. Want die zijn voor ons. We hebben de genade gekregen, dus we mogen die waves pakken. Dat betekent niet dat we de zee kunnen controleren, maar we mogen het. Dus toen dacht ik van, weet je, laat me het op iets anders proberen ook. Ik heb een droom om ooit zo min mogelijk woorden te gebruiken. Kan je bijna niet geloven als je me hier zo ziet. Om zo min mogelijk woorden te gebruiken en alleen met klank op te treden. Dus ik ga volledig uit mijn comfortzone. Maar ik heb Koen Witteveen hier bij me. En ik ga een heel klein stukje van die droom vandaag gewoon verwezenlijken. Want elke stap is er eentje.